Goeiedag en welkom bij het COVID Journaal voor vandaag, vrijdag 7 mei. Vandaag in het journaal. Opnieuw record aantal gevallen in India. Israël versoepelt maatregelen, sportwedstrijden en evenementen in buitenlucht weer toegestaan. Directeur Volksgezondheid geeft de noodzaak aan van een lockdown. Zij hebben hard voor ons gewerkt. Geconfronteerd met de harde realiteit. Om alles te zien is een beetje is heel moeilijk, maar we zetten alles op alles om toch de juiste zorg te bieden. Al deze dingen moeten wij als zorgverleners meemaken. Gevochten en gestreden, maar machteloos overwonnen door de dood. We hebben echt zieke patiënten gehad die ook zijn te komen overlijden, helaas. Dit onmenselijk leed mag ons nooit meer overmeesteren. We willen de situatie niet meer hebben, het ligt aan ons allen. We zijn echt moe van die mondkap hoor, we zijn echt moe van die neuskap. Als de ziekenhuizen straks vol zitten, kunnen we geen mensen meer opvangen. Overal waren feesten en mensen houden zich niet aan de regels. Let goed op uzelf en op elkaar. Samen staan we sterk. Dus ik hoop dat de Surinaamse bevolking echt zich aan de regels houdt, de COVID-regels houdt. En ons meehelpen. Samen overwinnen wij COVID. Binnen de samenleving heerst er heel wat ruis over de nieuwe maatregelen die onlangs zijn aangekondigd. In een korte presentatie laat de directeur van Volksgezondheid, en dat is Dr. Anders Rakesh Gayadarsukul, zien waarom het noodzakelijk is om over te gaan tot de lockdown. We gaan het hebben over de positive percentage. Hier zijn er een aantal mensen met klachten die zijn gaan testen. En daarvan is er één positief, of is er kleiner dan 5%. Positief. En dat zien we op het dashboard wel, omdat deze mensen getest zijn en er is bekend hoeveel personen positief zijn. Van zoveel testen, zoveel positief, zo'n percentage. Op deze tekening is het kleiner dan 5%. Maar wat wij niet zien is dat op straat, elders in het land, er ook mensen zijn die weliswaar niet in zulke grote getallen, omdat onze percentage positieven van de getesten kleiner dan 5% is, zijn er wel mensen buiten, maar niet zoveel. Die mensen die zijn positief getest, maar die mensen zijn positief, maar ze zijn niet gaan testen. Dus ze lopen nog vrij rond. Misschien weten ze zelfs niet dat ze geïnfecteerd zijn. En velen die hebben geen tot weinig klachten. Dat ze niet eens denken dat ze om getest te worden. Nu gaan we naar een andere situatie waarbij we een aantal mensen hebben met klachten die zijn gaan testen en dan krijgen we een percentage rond de 30% bijvoorbeeld. Dat is een heel hoog percentage. En dat geeft aan dat elders in het land, dus ook op straat, dat er veel meer gevallen zijn. Buiten die zonder te weten nog geïnfecteerd zijn met COVID-19 virus, met het virus. Maar ze zijn niet gaan testen. Dus ze lopen rond. Ze zijn niet geïsoleerd. Omdat ze ook misschien zelf niet zoveel klachten hebben. Ze hebben ook niet gedacht aan een test. Maar het feit dat het land mensen heeft getest met klachten. En van daaruit heb je een percentage rond de 20% of 30% die positief is. Dan wil dat zeggen dat er buiten nog zoveel mensen rondlopen die geïnfecteerd zijn. Dat is gewoon een gegeven, is een epidemiologisch biostatistisch gegeven. Die mensen die rondlopen op straat, die zie je niet op het dashboard. Dus als deze mensen overal bij elkaar komen,
dan kan je je voorstellen dat er bij zulke gelegenheden een exponentiële verspreiding gaat plaatsvinden. Dus je hebt bijvoorbeeld mensen die gaan naar de markt. Als de markt te druk is, dan ga je nog meer van deze mensen hebben binnen een kleine ruimte. En als de maatregelen niet in acht genomen worden, dan kan er overdracht plaatsvinden. Misschien is zelfs de persoon die aan de andere kant van de toonbank, je weet niet welke persoon geïnfecteerd is. Dus in zulke gevallen, dus vooral wanneer je bent in dat gedeelte waarbij er een positief percentage is van boven de 5%, boven de 10% vooral, dan moet je weten van, hey, any person kan die geïnfecteerde zijn die niet geïdentificeerd is. En daarom is het belangrijk om zoveel mogelijk omstandigheden te scheppen waarbij de kans op verspreiding verkleind is. En de een van ze is goed geventileerde ruimtes, weinig mensen bij elkaar en daarna dan de Mohana. Mohana Plus, want misschien wil je eigenlijk ontsmetten wat ruimte waar mensen met hun handen zijn geweest of met hun kleren, want sommige mensen, de Mangonijn of zo, de Mafiga Anuna, misschien bijvoorbeeld naar Krossi, toch? En het virus kan nog enkele dagen in stand gehouden worden. Dus het virus kan zichzelf niet vermenigvuldigen. Het heeft een levend wezen nodig om te vermenigvuldigen, een levend cel, al is het een bacterie. Maar in dit geval gaat het om COVID-19, daar heeft het menselijke cellen onder andere nodig, toch? Om in leven te blijven. Heel wat moeders, grootmoeders, tantes en ook de schoonfamilie vallen onder risicogroepen. De kans op besmettingen op moederdag is heel erg groot. Vandaar dat een parlementaire commissie geadviseerd heeft op moederdag Suriname in een lockdown te plaatsen. De directeur van Volksgezondheid geeft aan waarom het belangrijk is. Inderdaad, dus bij een bezoek aan een familielid heb je ook de neiging om een brasa te geven, een boxsite te geven. Je bent makkelijk in een gesloten ruimte, wat minder geventileerde ruimte. Sommigen zetten gewoon de airco aan. En dan kan je beseffen dat je zo wat makkelijker het virus kan verspreiden. En als we deze activiteiten niet gaan beïnvloeden door maatregelen, dan heb je een heel grote verspreiding. Dus de overheid probeert daarom op gezette tijden maatregelen aan te kondigen om deze verspreiding zo te beïnvloeden. Maar dan heb je ook zaken waarmee je rekening houdt en waarmee het OMT ook rekening houdt, dat mensen de gelegenheid moeten krijgen om ook te overleven. En vandaar dat OMT aangaf van, na drie achter elkaar, achtereenvolgende lockdowns, is het ook wat moeilijker om de gemeenschap nog meer, kan je zeggen, te onthouden van hun behoefte om te surviven. Een voorbeeld, een landbouwer die kan gewoon alleen gaan op zo'n kostgrondje. Dat geeft geen risico om besmet te raken of iemand te besmetten. Als je samen gaat met iemand anders, met een buurman, dan is er wel een risico. Het is wel een geventileerde ruimte, maar als ze zich niet nauw houden aan de maatregelen, dan is er wel een risico. Zo zijn er een aantal activiteiten. Als je alleen gaat joggen, is er geen risico. Dus mensen die inderdaad weekend willen joggen, die zouden dan zo de gelegenheid kunnen krijgen. Er waren parlementariërs die het niet eens waren met de versoepeling. Mensen wilden uit voorzorg toch nog hebben gepleit voor een lockdown. En uiteindelijk is er voor gekozen, een middenweg in het parlement, om zaterdag toch nog tussen 5:00 a.m. en 5:00 p.m. open te stellen. Om bepaalde zaken toch nog te doen in een correcte manier. Of op een correcte manier waarbij de kans op verspreiding klein is. Maar dat er toch daarna, vanaf 5:00 p.m. zaterdag en zondag de hele dag,
ook een total lockdown is waarbij je het liefst thuis blijft, tenzij er heel dringende zaken zijn. Als je acuut pijn hebt, als je ziek bent, dan moet je sowieso je aanmelden om uit huis te gaan, om gezien te worden door een arts. Want we willen ook niet dat de lockdown negatieve gevolgen heeft voor mensen. Dat willen we niet. Daarom dachten we van, want je kan ook eigenlijk een week lockdown, als iedereen een week thuis blijft, en echt thuis blijft, krijg je een drastische afname van de R. Drastische afname van het feit dat personen het verder kunnen verspreiden. Maar dan heb je andere zaken waarmee je andere nadelige zaken voor de samenleving. En een voorbeeld is dat om te overleven. Mensen die activiteiten moeten verrichten om te overleven. En daarmee moeten we ook rekening houden. En vandaar dat de overheid in zo'n COVID-situatie waarbij wij al anderhalf jaar, waar de wereld al met COVID bekend is, dat we, dat we een goed balans moeten zoeken tussen maatregelen die de verspreiding kunnen verminderen, tegelijkertijd moeten we overleven als samenleving. Er zijn essentiële diensten die verricht moeten worden en daarvoor zijn er protocollen geschreven. Alleen om de kans op verspreiding op de werkplek bijvoorbeeld te verkleinen. Wanneer bepaalde situaties zich voordoen in het land, epidemiologische situaties, dan gaat de overheid inderdaad proberen om aan het werk ook de kans op verspreiding weer te verkleinen door specifieke afspraken te maken. En dan gaat men kijken van wie is essentieel om te komen, wie niet. Maar dat zijn zaken die inderdaad ons, die we meenemen om maatregelen te adviseren aan de regering. En zoals bekend, tijdens de komende zondag, moederdag, is er een lockdown. De gedachte bij de parlementariërs die daarvoor gepleit hebben, was dat moeders ook behoren tot risicogroep. En soms gaan de mensen niet alleen naar moeders, naar tantes, naar oma's, naar schoonfamilie. En dan heb je dat één persoon bijvoorbeeld direct in contact komt met zoveel nieuwe huishoudens, waarmee ze normaliter niet elke dag in contact zijn. Dus dan heb je eigenlijk de contactmomenten vergroot tussen huishoudens. Je hebt bubbels met elkaar laten verbinden en dan gaat de verspreiding veel sneller plaatsvinden. Dus op zich is dat wel in het voordeel van de verspreiding. En uiteraard moet er gekeken worden naar dat aspect om de samenleving toch nog de gelegenheid te geven om te overleven. Om te overleven op een verantwoorde manier, waarbij de kans op verspreiding steeds verkleind wordt. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadan, zegt blij te zijn dat er nu minder ruis is over het vaccin. Het middel is veilig. Kijk maar naar Israël, dat dankzij het vlotte verloop van het vaccinatieproces al daar bijkans 90% van de populatie in Israël al is gevaccineerd. Het is veilig, het middel is veilig. Er zijn bijwerkingen. Er zijn ook studies gaande over bloedstolselvorming na vaccinatie, dat ga ik niet ontkennen. Maar daarop is er ook een instructielijst wat u moet doen als u bent gevaccineerd. Dus laten we die reus, en ik ben blij dat er minder reus is in de samenleving. Voor de vaccinatiecampagne was er veel meer reus. Er waren heel veel personen die hun mening hadden. Maar dat mag, we hebben alle respect voor alle meningen. Maar laten we gewoon de feiten leggen naast de reus. En dan ga je zelf zien, ook in de wereld, nu al Israël. Israël is al bijkans 90% gevaccineerd. En dokter. En al Israël heeft al getoond met de graad van vaccinatie die bescherming er is. Want het aantal infecties, maar ook het aantal personen welke is overleden door COVID, is dusdanig gedropt. Dat kan het gewoon grafisch kan je het weergeven.
Ik zal COVID-journaal vragen om de grafiek te gaan zoeken. Maar belangrijk is dat we zien dat in landen waar er een optimale en een redelijke dekkingsgraad is, dat we nu al zien dat de effecten van infecties veel lager zijn. En ook de tsunami is belangrijk, want nu in het midden van de derde golf, ik ben zo meteen even op een werkbezoek op de afdelingen, in de kern van COVID is hier in de intensive care unit. Ik wil mezelf gaan oriënteren en kijken wat we nog moeten doen om die bescherming, om de personen die in die situatie te komen te verkeren, nog meer te helpen. En ook nog meer plek te creëren of ook nog meer mensen te mobiliseren. Maar dat geeft al aan hoe fragiel het systeem is als je niet genoeg bescherming hebt. Dus protection is the key, hier in dit geval, protection is the key to prevention. Dus als je die bescherming neemt, voorkom je eigenlijk infecties, voorkom je dat je in deze situatie wordt belanden. Je hebt het gehoord van de intensivist. Wil je COVID niet krijgen, kan je laten vaccineren. Wil je geen vaccin, neem dan die preventieve maatregelen acht. En toch nog, als je die preventieve maatregelen zegt, ik erbij als minister, bescherm je, want je hebt toch oude kans. Weet u hoeveel landen op dit moment geen vaccins in voorraad hebben? Hoeveel landen staan te popelen om vaccins te krijgen? En dan horen ze dat we hier mensen hebben die niet willen vaccineren. Kijk, India bijvoorbeeld. Dus er zijn genoeg voorbeelden. Maar belangrijk is vandaag start van de tweede ronde van AstraZeneca. Goed, kijk, we moeten het doen om de bescherming te bieden. Ik ben positief. Ik kijk er positief tegenaan. En ik weet ook dat alle personen die al geweest zijn voor de eerste prikje bewust zijn. En het zal minder moeite kosten om ze te overtuigen voor een tweede prikje. India heeft opnieuw een record aantal coronabesmettingen in één etmaal geregistreerd. Vrijdag meldde het nog eens 414.188 nieuwe gevallen in de laatste 24 uur. Het aantal coronadoden nam in het laatste etmaal toe met nog eens 3.915. In het land met ongeveer 1,37 miljard inwoners vielen in totaal al zeker 234.083 doden aan COVID-19. Experts denken dat het ware dodental veel hoger ligt. Het Israëlische ministerie van Volksgezondheid heeft vanmorgen de nieuwe COVID-19-cijfers van de afgelopen 24 uur bekendgemaakt. Waaruit blijkt dat er slechts 80 nieuwe gevallen zijn bijgekomen. In totaal zijn er nog 1423 COVID-19-patiënten in het land. Een lichte stijging ten opzichte van de cijfers van woensdag. Hiervan liggen er opnieuw minder in de ziekenhuizen. Het zijn er slechts 154, waarvan 56 in kritieke toestand met 55 van hun aangesloten aan beademingsapparatuur. Het dodental staat op 6.971. De cijfers werden bekend kort nadat het ministerie van Volksgezondheid had aangekondigd dat er opnieuw een aantal beperkingen worden opgeheven. The ancient port of Jaffa. In Greek mythology, it was on the rocks off here that Perseus used Medusa's head to slay the kraken and free Andromeda. Today, the state of Israel has been liberated from the clutches of the threat that is coronavirus, and one dividend may be a summer influx of European tourists, including Brits. It's been a long year. Now that Tel Aviv is vaccinated. The message is very much that this city and this country are now ready to receive visitors once more. En zo zijn we weer gekomen aan het eind van dit journaal. Nog even de aangekondigde lockdown maatregelen voor dit weekend. Op vrijdag 7 mei van 8 uur 's avonds tot zaterdagmorgen 8 mei 5 uur in de ochtend. En zaterdag 8 mei om 5 uur 's middags tot maandagmorgen 10 mei 5 uur in de ochtend in Suriname in een totale lockdown. Dat wil zeggen dat op zondag 9 mei overal is gesloten. Je hebt dus niets te zoeken op straat. Blijf thuis. Alleen zo kunnen we de verdere verspreiding voorkomen. We zijn er maandag weer met een andere aflevering van dit COVID-journaal. Stay safe.